maandag. Ja. Ja, dat is een keer wat anders. Het is wat makkelijker voor ons. We hebben iets meer tijd. Ja. Om te editen. En het is nu voor ons zondag. Ja. Dus dan hebben we nog tijd om te zoeken. Ja, ja, ja. Dus, ja. Voor ons komt het allemaal iets beter uit. Mooi speeltuintje. Een groot speeltuintje. Ja, daarachter is nog een trapveld. Daar. Ja. Daar. Hier is nog een klein stukje groen. En dat midden in een hartje. Zwolle. Zwolle. Dus we gaan even kijken of hier wat moois ligt. En dan zien we jullie bij de eerste fonds. Yeah. Jawel. Boys and girls, Pascal Lieber in the house. Yeah. Nou, eerste vondje naar Geisha. Even kijken, Geisha Fashion. Nou, volgens mij is ze een make-up doosje of iets. Voor de vrouwtjes. Dat is een spiegel, jongens. Kijk dan. Mooi. Zo, ik heb hier een mooi sjaaltje in een 73. Zo, we gaan even samen kijken wat hier is. Ik verwacht een muntje. Of een dopje. Helaas. Kijk eens, jongens. Groes. Zo, ik had hier mijn eerste jaar in zitten. Een bierdopje. Zo, ik had hier weer een mooi signaaltje. Ik verwacht dat dit wel een beetje is. Ik nog die worm. Hup, de worm eruit. Ik zie je. Ja. 20 cent. Hoppa. Nou, ik sta hier bij een schooltje. Iets. Hier nog een grote boom. Zo ook even omheen lopen. En dan hier naast het trapveld. Pascal die zit daar nog ergens. Maar ik heb wel een mooi signaal hier. Dus ik wil wel even samen kijken. Ik hoop eigenlijk dat het een muntje is. Ik heb alleen nog maar een rommel gevonden en een spiegel. Even kijken waar is hij. Ah. Ik zie het al, zien jullie het ook? Een stukje rits. Zo, je vindt de meest rare dingen bij een school. Ik ben nu in dit tuintje hier aan het lopen, geen idee wat het is. Het is wel een beetje een rommelzooitje hier. Maar ik heb dit gevonden. Even kijken, wat is het? Je hebt geen flauw idee hoor. Het lijkt op een dartpijl aan de achterkant. En hier voorop zit zo'n een gekke dop. Ik heb geen idee hoor. Lijkt wel zo'n parachute iets of zo dat naar beneden moet vallen. Met touwtjes eraan. Maar als jullie het weten, laat het even weten. Zo, ik had hier een strakke 85 in het zandhoopje. Dus we gaan hem koekeloeren. Kijk. Weer 20 cent. Lekker. Nou, ik sta hier weer met de one and only. Mr. Pascal Lieber. Jawel. Nou, ik ben aan het filmen. En we worden gefilmd. Hallo. En ik heb dit gevonden. Nou, Pascal dacht dat het van een broek was of zo. Ja. Ik denk misschien van een sieraad of een armband dingetje. Maar in ieder geval de letter P van Pascal. Pascal Lieber, jongen. Pascal Lieber. Ik zie helemaal niet, je bent wazig. Ah. Yeah. Nou. Mooi signaal hier. Oké. Ik zie je gezicht ook wel mooi, ja. Hier. We zijn hier tussen de dikke bomen. Strakke 87. Nou. 50 cent. Oh, verdomme, hij heeft al geld, hè? Hij heeft al 90 cent nu. Ik heb nog geen geld gevonden. Echt niet. Hij heeft weer geluk vandaag, hoor. Ja. Hierachter nog een zandbakkie. Dikke speeltuin hier voor de kinderen. Joepa.
Nou, ben je blij met toen 90 cent? Ja, kijk maar. Hartstikke. Blikje. Pascal die komt daarbij me, want ik heb de vondst van de dag. Voor mezelf. Kijk jongens. Goud. Oh nee, 20 cent. Jammer. Maar ja, ik zoek met de kleine spoel. En dat is voor mij heel erg wennen. Ik zoek normaal altijd met de mega spoel, de XL spoel. En die komt heel anders binnen dan dit. Maar ik dacht, we gaan naar een trapveldje, speelveldje. En leg altijd rommel. En met de kleinere spoel ben je net iets beter af. Nou, Randy zegt 2 euro. Ja. En als het geen 2 euro is, dan trekt hij een boorradstring aan de volgende keer. Ja, en als het wel 2 euro is, dan trekt Pascal nu zijn broek nog uit. Nou wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Ja. Wat is er, Randy? Blikje. Nou, ik zou nu op AliExpress gaan speuren voor een boorradstring, ja? Ja, dat is goed, jongen. Hola! We zitten weer in de auto. Ja. Niet zo'n hele lange video geworden. Helaas. Nog niet superveel vondsten, we hadden wel meer verwacht. Ja, we hadden echt wel meer verwacht. Het was een heel lang speelveldje, heel lang veld. En we dachten dat er wel het een en ander zou liggen. Maar viel weer een beetje tegen, maar ja. Wat heb jij gevonden? 90 cent? Ja, 90 cent in totaal. Bierdopje. En een ritsluiting. Ritsluiting heb ik niet gefilmd. Maar... Ik heb wel een ritsluiting, die heb ik gefilmd. 20 cent. Een spiegeltje en allemaal rommel. Heel veel rommel. Heel veel, ja. Dus ja, ik heb met de kleine spoel gezocht en dat was wel even wennen voor mij weer. Omdat die signalen zijn net wat korter en anders. Maar ik had het wel nodig omdat je hier natuurlijk heel veel troep hebt. Dus dan dat detecteer je dat er een beetje uit. Ja. Volgende week maar even beter, denk ik, of niet? Volgende week moet wel een dikke vondst weer voorbij komen. Want, daarom. Anders dwalen jullie ook allemaal af. Ja, dat moeten we ook niet hebben. Daarom. Mensen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En sorry voor de korte video misschien. En fijne maandag. Bye bye. Yo, yo.